Bij een ernstig ongeval in het buitengebied van Hapert zijn donderdagnacht twee mannen gewond geraakt. Een automobilist verloor kort voor 1 uur op de pan de macht over het stuur, raakte van de weg en botste tegen een boom. Een van beide inzittenden wist de auto snel te verlaten, maar de brandweer moest eraan te pas komen om het andere slachtoffer te bevrijden. De brandweerlieden zijn daar ruim een uur mee bezig geweest, ook het personeel van een opgeroepen traumahelikopter bood ter plekke ondersteuning. Nadat de man was bevrijd is hij waarschijnlijk met ernstig letsel overgebracht naar een traumacentrum in Tilburg. Het andere slachtoffer is ook voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.